Ja, we zijn al voor de derde of vierde keer waarschijnlijk. Maar ja, het is een mooie rit altijd. Hallo, jullie krijgen een stickertje, startgroep nummer 5. Okay. En dan mag je net zo lang doorrijden tot je de volgende verkeersregelaar tegenkomt die vertelt waar je mag parkeren. Morgen. Okay. Welkom bij de Ree. Dank u wel. We hopen een leuke rit te hebben. Ja. En mooi weer hoop ik ook. Ja. Nee, we gaan ervan genieten denk ik. En wat is het voor auto als vraag mag? Het is een Riley Adelphi uit 1936. Een zescilinder, dus ook een speciale uitvoering. Ja, die zie je niet vaak. Nee. Oké. Okay. En veel... helemaal origineel, hè? Ja. Met slecht leer en het is allemaal nog zoals het in 36 gemaakt is. Top. Oké. Veel plezier. Het is een mooie rit altijd. Ja, dat, wij hebben altijd positieve reacties. En ik zie dat u een Morgan heeft. Kun je er iets meer over vertellen? Nou, het is een Morgan flatbed. Een vierzitter, niet zoveel voorkomend. Maar voor de rest is die veel gebruikt in dit soort ritten en ook privé wat langere ritten. Dus ja, een redelijk betrouwbare Engelsman. Ja, en u heeft er veel plezier van zo te zien. Absoluut, ja. Absoluut, ja. Goedemorgen, heeft u al vaker meegereden met de Ree? Niet met deze rally, maar ik ben onder andere MG Car Club lid. En daar heb ik de nodige rit mee gereden en ik heb ze zelf ook uitgezet. Dus ik weet wel hoe het ongeveer werkt. En dit is de eerste keer. En ik vind de opkomst overweldigend. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ja, het is al de 9e keer eigenlijk, hè? Heb ik gelezen, ja. En, dus ja, het groeit me aan eigenlijk. Ja. En even nog een vraag over het routeboek. Is dat allemaal duidelijk? Bolletje, pijltje? Is een bekend verhaal. Zij is er heel goed in getraind. Heeft wel de nodige ritten gekost. Maar nu is het zo dat... ik vind het de fijnste manier van ritten rijden. Want het spreekt vanzelf allemaal. En zeker in combinatie met een Garmin, dat je de afstanden goed kan zien. Dan kan het niet fout gaan. Gezellige start in dit bomencentrum in Baarn. Dus weer een geweldige opkomst bij de Ree-rit. Zoals u ziet hier op het parkeerterrein. Een grote diversiteit van Engelse auto's. Rover, MG, Jaguar. Kortom, alle Engelse auto's zijn hier vertegenwoordigd. Naast me staat Peter Vader. En je bent reporter. Van welk blad ben jij reporter? Great British Cars Magazine. En je bent altijd hier vertegenwoordigd bij de Ree, heb ik begrepen? Ik ben vanaf het eerste evenement ben ik erbij aanwezig. Ik weet nog goed dat ik op zaterdagavond laat naar het hotel belde waar de ooit de eerste start was. 9 jaar geleden. En daarna heb ik vrijwel ieder evenement bezocht. Foto's gemaakt, reportages gemaakt in het magazine Great British Cars. Nou, we gaan het weer zien in dit blad, zou ik zeggen. Ja, zoals elke keer.
de auto's moeten helpen. Ja, we gaan het mee. Nou, tot bij de lunch. En heel mooi veel plezier. Mooie TVR is hier en een leuk gezelschap zo te zien. Ja, bijna het hele gezin. Ja, en hoe ging dat kaartlezerij? Oh, hij gaat heel goed. Hij doet dit al 6 jaar, sinds hij 6 jaar oud is. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, leuk om te doen, hè? Ja. Ieder jaar, ja. Bijna. Zeg, en kan die hond ook een kaart lezen? Wat vind jij? Ik vind het wel. Ja, hij heeft een beetje geholpen. Hij is wel schattig hoor, jongens. Kijk, is dat een lief dier? Ja, hij snuift de juiste weg. Snuffelt de juiste weg uit. En blijft hij gewoon lekker rustig liggen? Ja. Ja. Hele rit. Nou, geweldig. Ja. En we hebben natuurlijk hartstikke mooi weer gehad. Ja, open dak. Dus. Nou, dat was genieten, hè? Ja, zeker. Oké. Okay. Top route, jongens. Goeie route. Mannen, dit is een Morris Minor. Dit is een Morris Minor. Het is een uniek exemplaar voor dit moment. Ja. Een Morris Minor met 1 versnelling. Met 1 versnelling? Ja. Oh jee. Pech onderweg dus. Pech onderweg. Geen koppeling meer. Geen koppeling meer. En ik heb begrepen dat de hulpdiensten zijn onderweg. De hulpdiensten zijn al onderweg. Ja, dat hebben ze wel goed geregeld met de rijden. Keurig geregeld. Ja, ja, ja. Ja. Nou, eens kijken wat de oplossing wordt daar straks. Precies. Oké. Okay. Ja, nou, okay. Nog succes. Hè. Tot zo meteen, Hans. Goedemiddag. Ik zit net even naar de filmpjes te kijken op het grote scherm. Even nagenieten van de rit. Wat vond u er van de rit? Het is echt nagenieten, want het is een heerlijke dag. Prachtig weer uitgekozen voor zo'n rit met 147 auto's. Ja. En de rit was buitengewoon mooi, moet ik zeggen. Ik heb stukjes Nederland gezien, ondanks dat ik hier in deze omgeving woon, die ik nog nooit gezien heb. Ja, dat maakt het wel weer aantrekkelijk. Dat is toch de kwaliteit van de uitzetters. Ja, ja zeker. Ja. En, leuk om te horen. En
Doet u dat ook nog met gewoon met een traditioneel routeboek? Dat doen we nog wel met een klassieke routeboek. Ondanks dat ik moet zeggen dat ik ben ook lid van de Jaguar Club. Ik rijd een oude Jaguar. Okay. En die sturen bij ritten, zeker naar het buitenland, altijd GPX-files. Ja. En ik moet zeggen dat het ook voor de bijrijder heel erg aantrekkelijk is om meer van de omgeving te genieten dan constant in zijn boek naar de route te moeten kijken.